Leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik ben bij vereniging Eigen Paard geweest. En die vereniging die is er eigenlijk voor iedereen die een eigen paard heeft. Nou klinkt dat heel logisch. Maar dat neemt niet weg dat zij toch een hele hoop dingen doen waarvan ik in ieder geval niet wist dat ze dat allemaal deden. Ik zal jullie even meenemen op de website. Dan kunnen jullie een aantal dingen even bekijken. Ik wil jullie de website van vereniging Eigen Paard even laten zien. En waarom? Omdat ik vind dat het super handig is, zeker als je een paard pony gaat kopen of dat je iets van informatie nodig hebt. Ze hebben namelijk onwijs veel verschillende dingen. Ze hebben diensten, zoals ongevallenverzekeringen. Je kunt advies krijgen met aankoopbegeleiding, juridisch advies, juridische contacten. Ze doen belangen behartigen voor paarden, evenementen. Je kunt er lid van worden. En ze hebben allerlei samenwerkingsverbanden, dus dat is echt super gaaf. En wat ik zo heel leuk vind, dat ga ik even laten zien, is paard kopen. Zo. En vragen genoeg dus. Het stuk mag je natuurlijk gewoon even zelf lezen. Maar hier, wat wil ik? En dan kan je even kijken. Ja, hier, dit is een checklist aankopen paard. Hier kun je jezelf zo enorm veel ellende mee besparen. Want als je dit nou invult, oprecht invult, dan kun je dingen kwijt als stokmaat, leeftijd, stamboek. En hier ook geschikt voor dressuur, naar verwachting niveau en allerlei dingen waar je eigenlijk misschien toch te weinig over nadenkt. Ik denk zelf dat je snel geneigd bent om op een leuk kopje te vallen of een paard dat gewoon heel mooi beweegt of wat dan ook. De vraag is, heb je dat paard nodig en is dat wat of gaat dat paard jou brengen wat je zoekt, wat je wil, waar jij geschikt voor bent? We hebben Verona gekocht omdat ze wat ouder is, rustig, vriendelijk, heel veelzijdig. En dat heb ik. Ik heb zelf zo'n checklist gemaakt, niet deze checklist. Maar had ik nou 2,5 jaar geleden maar geweten dat vereniging Eigen Paard bestaat, zodat ik die checklist gewoon hier had gevonden. En dat had me best wel wat kopzorgen gescheeld. Zo heeft vereniging Eigen Paard nog heel veel meer. Hier bijvoorbeeld transportmogelijkheden. Van alles over een paardentaxi, trailers huren, trailers kopen, vrachtwagen. Eigenlijk alles wat je maar kunt verzinnen. Je kunt lid worden van ze. Volgens mij is dat niet eens zo heel duur. Even kijken hoor. Je bent dan ook nog verzekerd tegen ongevallen. En wat kost het? Oh, het staat zelfs hierboven. Het kost maar €25 per jaar. Dus op zich is dat ook nog wel een heel erg slim idee. Je mag zelfs een gratis proefabonnement op PIT. Even kijken hier. Je kan korting krijgen en je kan nog lid worden van iets anders. In ieder geval meer dan genoeg om naar te kijken. En hier kan je dan nog veel gestelde vragen. Maar het leuke is, je kan ze ook gewoon bellen. Dus als jij zegt van joh, ik heb een vraag, ik weet het even niet, kan je dit invullen. Maar je mag ze ook gewoon bellen en dan krijg je nog antwoord ook. Je kunt ze ook vinden op Facebook en Twitter. Dus al met al zou ik zeggen, neem vooral even een kijkje op deze site als je een eigen paard wilt kopen, een eigen paard in bezit hebt of andere vragen hebt. Zo zie je, dus als je een eigen paard wilt kopen, maar ook als je juridisch advies nodig hebt en zelfs als je lessen nodig hebt of iets dergelijks, dan kun je terecht bij vereniging Eigen Paard. Toen ik bij vereniging Eigen Paard was, toen heb ik gesproken met Ilse en zij gaat nog even wat dingen uitleggen over vereniging Eigen Paard. Ik ben Ilse Jespers en directeur van Vereniging Eigen Paard. Vereniging Eigen Paard is een vereniging die bijna 10 jaar bestaat. Bedoeld voor iedereen die van paarden houdt en dan met name om ze te kunnen adviseren. Vereniging Eigen Paard adviseert in alles wat met paarden te maken heeft. Maar met name aankoopbegeleiding, dus het begeleiden van mensen die een paard willen gaan kopen van het begin van waar ga ik überhaupt zoeken? Is dat op internet of is dat in een wei? Totdat hij bij jou in de box staat. En zelfs daarna nog van hoe moet ik hem nu trainen? Wat voor voeding? Welke hoesmid moet ik eigenlijk? Wat voor materiaal moet ik gebruiken? Op alles het gebied, ook juridisch staan wij bij. Fiscaal kunnen we zelfs helpen. Dus je gaat mijn boekhouding doen? Ik ga jouw boekhouding doen. Gelukkig hebben we daar onze partners voor. Die deskundig zijn op hun gebied. We hebben huisadvocaten.
Floortje Maat, die is gespecialiseerd in het hippisch recht. Dat bestaat niet, maar hippisch recht, dat gaat echt over de koop vooral. Hebben we dat goed gedaan? Of ja, eigenlijk niet. Hoe moeten we het nu doen? Dus dat, zo hebben we op ieder gebied hebben deskundigen, ook aankoopbegeleiders. Training, wat doen jullie daarin? Trainingen, we geven vaak clinics die mensen kunnen volgen. We vinden het opleiden van echte basisruiters vinden we heel belangrijk. Daar begint het. Het begint eigenlijk bij de kinderen. Bij de eerste keer de box inlopen, op een manegelesje meedoen. Ja, tot het hoogste niveau kunnen we daarin begeleiden. Vereniging Eigen Paard is dus heel erg veelzijdig. Voor iedereen en dan ook echt iedereen die een paard of pony heeft. Dus al heb je een A-Shetlandertje die achter in je achtertuin staat en heb je er een vraag over, dan kun je bij ze terecht. Maar ook als jij een, nou ja, misschien wel een Grand Prix paard hebt, of je dan heel veel advies nodig hebt, dat weet ik niet. Maar stel dat het zo zou zijn, dan kun je ook bij ze terecht. Je kunt ook lid worden van Vereniging Eigen Paard. Dat kost €25 per jaar. Er zit volgens mij gelijk een verzekering aan vast. Dus zeker de moeite waard om daar nog even naar te kijken. Alle gegevens over Vereniging Eigen Paard, die vind je hier beneden in de beschrijving. Wij gaan dit jaar samenwerken met Vereniging Eigen Paard. Onder andere gaan Tessa en Kim een aantal trainingen volgen daar. En dan kun je de progressie zien. Daar gaan wij een videoserie over maken. En dan kun je dus kijken hoe zoiets gaat. En daar kun je natuurlijk zelf ook gebruik van maken. Want Vereniging Eigen Paard kan je ook uitleggen hoe je een training zou kunnen doen. En bij wie je dat allemaal zou kunnen doen. Daarnaast hebben wij nog wat andere praktische dingen waar wij zelf tegenaan lopen. En daar gaan wij video's mee maken met Vereniging Eigen Paard. Dus bijvoorbeeld Bella heeft een ander zadel nodig. En met Vereniging Eigen Paard gaan we daar eens even naar een passende oplossing zoeken. Want ik denk dat er heel veel andere mensen zijn die niet zo heel blij worden van gewoon de prijzen van zadelmakers. En zeker voor een ponyzadeltje, dan zit je niet te wachten op prijzen tussen 2000 en misschien wel €15.000. Dus ik ben benieuwd wat voor oplossingen hun daarin te bieden hebben. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit nuttig? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en vergeet vooral ook niet even te kijken naar de site van Vereniging Eigen Paard. Bedankt voor het kijken. Doeg!